Ik sta hier naast de zanger van de Tenement Kids. Jullie staan op het Sena Talent Stage. 5 mei, vrijheid. Moet toch een ultiem gevoel zijn zo bij elkaar? Ja, het is gek hier. De sfeer is fantastisch. We hangen hier eigenlijk al de hele dag rond. We hebben vanmiddag een akoestisch optreden gedaan in de VIP Lounge. En ja, goed zonnetje, gezellige mensen, prima eten. Prima. En dit jaar is het thema van het Bevrijdingsfestival is vrijheid spreek je af. Denk je dat er zonder afspraken ook een vrijheid zou zijn? Nee, dat denk ik niet. Tenminste, dat heeft de geschiedenis wel uitgewezen. En vrijheid is iets heel, heel teers, zeg maar. Vrijheid is ook een heel moeilijk iets. En iets wat niet vanzelfsprekend is voor heel veel mensen en heel veel landen nu nog. En vrijheid spreek je af, ja. En uiten jullie in jullie muziek nog iets qua vrijheid? Nou, ik vind zelf vrijheid in die zin, we werken heel hard met de band. En vrijheid brengt, vrijheid is hartstikke leuk, maar brengt ook heel veel verantwoordelijkheden met je mee. Je hebt zeg maar als mens een beetje de plicht om van je vrijheid te kunnen genieten en om daar wat van te maken. Dus in die zin denk ik dat we dat goed doen, want we werken er hard voor en we doen ons best om ergens mee te komen wat we zelf leuk vinden. Dus. Tof. Is er onlangs nog nieuw materiaal voor jullie verschenen? Ja, zeker. Een halfjaartje geleden een LP en een CD die heet Tenement Kids, vernoemd naar de band of andersom. Uitgekomen op Suburban Records en daar spelen we nu het hele land mee door om die een beetje te promoten. Tof. Binnenkort nog optredens staan? Constant. Komen de donderdag Hemelvaart staan we in Zeeland en vlak daarna gaan we weer gauw terug naar het oosten. In Emmen spelen we vrijdag, zaterdag daar ook in de buurt bij Opblaaspop. Dus Opblaaspop? Neem je zelf ook een opblaaspop mee? Nee, neem me niet mee. Ik heb de naam ook niet verzonnen, maar ik vind het wel te gek. Dus, Tof. Hartstikke bedankt, man. Cool. All right.